Is dit echt een bot? Ja, hij gaat helemaal flippen. Hij weet niet wat hij moet doen. Hij ben een bot, hij ben een bot. Hallo mensen van Manneken en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik jullie iets laten zien. Het allereerste van mijn nieuwe setup. Want ik wil natuurlijk mijn setup upgraden. Ik heb een huisje gekocht, zoals velen van jullie misschien weten. Ik ben er nu nog niet. Maar over een paar maanden kan ik eindelijk in mijn nieuwe huisje. Daarin wil ik natuurlijk een nieuwe setup. En het allereerste daarvoor heb ik nu al binnen. En het is zo sick. En dat allereerste staat hier. Kijk dan jongens. Ik heb een nieuw beeldscherm. En dit is niet zomaar een beeldscherm. Deze is curved. Dus je ziet het misschien niet zo goed van voren. En zo zie je misschien nog net wat beter. Dat hij dus curved is. En curved betekent dus dat hij zo, dat er een beetje een bolling in zit. Dus daardoor zit je eigenlijk een beetje meer in de game. Het is een beetje panoramisch, dat effect. Maar ik heb deze net dus pas binnengekregen en ik heb deze helemaal nog niet eens uitgepakt. Zoals je ziet zit hier nog gewoon dit. En dit is natuurlijk wel iets wat eigenlijk gewoon in de video moet. Dit is een beetje zo'n satisfying dingetje. Zo bam, ja hoor. En dan dit nog. Boom. Ik ga zo meteen op dit schermpje eventjes gamen, maar wat is die belichting raar zo. Eigenlijk moet ik natuurlijk die lamp die ik altijd gebruik voor in mijn gezicht, die moet ik eigenlijk in mijn gezicht gebruiken. En niet die gekleurde lampen die op de achtergrond staan, dit is zo raar. Nou, een van de grootste dingen die ik leuk vind aan dit beeldscherm is dat hij natuurlijk dus curved is. Maar daarnaast ook de FreeSync technologie, waardoor ik dus geen last meer heb van haperende beelden, dus dat is top. Kabels wegwerken is trouwens ook een dingetje tegenwoordig, toch? Ik had dat voorheen nog niet echt gedaan, ik had er niet echt aan gedacht. Maar ik vind dat het nu allemaal best wel netjes is. De verwarming op de achtergrond is natuurlijk niet zo mooi, maar in mijn nieuwe huis zal dat niet zo zijn. Maar ik vind het nu best wel strak zo. Wat vinden jullie ervan? En stel je gamet hier en je hebt een raam achter je, of aan de zijkant van je. Ik heb hem aan de andere kant, dus ik heb er geen last van. Dan heb je misschien last van weerspiegeling, maar met dit beeldscherm niet meer, want dit heeft een anti-reflecterend beeld, jongens. Oké, zullen we gewoon eens even gaan gamen? Maar dan ga ik jullie natuurlijk wel gewoon eventjes de gameplay laten zien. Gewoon zoals ik normaal doe. Ik zet de camera hier altijd neer, dus doe ik nu ook weer. En dan gaan we lekker mijn beeldscherm opnemen. En dan gaan we eens even lekker gamen voor het eerst met dit beeldscherm. Laten we beginnen met het allereerste potje van vandaag voor mij. En ook meteen het allereerste potje op dit nieuwe beeldscherm. Maar waar gaan we landen? Ik vind Sweaty Sands eigenlijk altijd wel een hele chille plek. Maar ik verwacht dat het best wel druk gaat zijn. Omdat de bus er natuurlijk eigenlijk best wel een beetje direct overheen komt. Dus waarschijnlijk wordt het best wel druk. Als jullie trouwens ook geïnteresseerd zijn in deze monitor, in dit beeldscherm van Samsung, dan kan je eventjes de site van Coolblue uitchecken, want daar is deze week echt een best wel leuke actie. Even kijken, ik hoop niet dat het heel druk wordt. Ik heb trouwens ook iets heel nieuws in beeld. Of ja, het is niet heel nieuw. Ik land ook echt veel te hoog. Dat is dat je de geluiden in beeld ziet. Misschien gebruiken jullie het allemaal al. Ik heb dit nog nooit echt gebruikt. Ik wil het nu ook meteen eventjes gaan proberen. Dus je ziet de geluiden in beeld. Is dat chill? Ik weet het niet. Ik zie daar meteen iemand landen. En ik land eigenlijk meteen verkeerd. Er landen meteen mensen op het dak. En hij heeft dan meteen lekkere loot. En ik hoor ze allemaal lopen. Ik zie ze allemaal lopen. Nee, een visengel. Geef me even loot, joh. Geen visengel. Ik wil gewoon even een gun. Geef me ergens een gun. Oh, hey, hallo. Weg hier, weg hier, weg hier. Ah! Dit potje is zo chaotisch. Get out of here, man. Hij volgt me, hij volgt me, hij volgt me. Ik moet gewoon even een gun vinden. Gewoon even snel. Waardoor ik hem even kan aanpakken. En komt hij aan? Komt hij aan? Komt hij aan? En ja, daar loopt hij, daar loopt hij, daar loopt hij. Oh, kom op. Pak hem. Ik heb hem! Ik heb hem! Let's do this, jongens. Hoppakee, we leven nog. Ik dacht, no. No, 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 no. Ik ga gewoon meteen dood hier. Maar dit gaat gewoon al meteen super lekker. Meteen chaos in de game. Maar we leven nog. Yo, mensen. Waar zitten jullie? Ik wil eigenlijk die guy nog killen die nog in dat hoge gebouw zit. Kijk, ik hoor natuurlijk een kist. En die zit hier boven. Daar gok ik zo. Ik denk dat die daar zit. Hoppakee. Ja hoor. Dankzij dat ding in beeld ook. De geluiden in beeld. Weet ik ook meteen waar alles zit. Ik vind dat super chill. Nou, laat ik die vissingel ook maar meenemen. Met kitje. Ja, dan ga ik toch weer dit weer vervangen zo. Yo, dude, in dat andere gebouw. Where are you at, man? Oké, ik hoor wel allemaal dingen. Ik hoor dat hier iemand loopt. Of ik zie het eigenlijk vooral in beeld. Ik hoor het niet eens. Oh, daar. Hey. Daar eentje op het strand. Boom, boom, boom. Is het een bot? Ik weet het niet. Meestal zitten er wel heel veel bots in gewoon solo. In arena zit eigenlijk vrijwel geen bot. Oh, oh, oh. Hij had me bijna. Oké, hij had me bijna, joh. Die dude. Oké, we gaan eens even kijken of we hem kunnen neermaaien. Waar is hij? Oeh. Oké, wacht, we gaan er gewoon op af. Push, push, push. En push, push, push. Oké. 9 damage maar. Hoppakee, maar hij is wel down. Ja, hij heeft me wel goed gehit, jongens. Dat is niet echt hoe het werkt, hè, deze game. Maar ik zag toch net echt iemand hierheen. Oh, daar. Daar loopt nog iemand. Daar loopt nog een bot. Even kijken. Kom maar even met je hoofdje tevoorschijn. Ik weet niet wat hij aan het doen is. Ik vind het wel. Oh!
vreemd moet ik zeggen. Is dit echt een bot? Ja, hij gaat helemaal flippen. Hij weet niet wat hij moet doen. Ah, ben een bot, ik ben een bot. Ah, ben een bot, ben een bot. Ah, ben een bot, ben een bot. Ja, maar dan kan ik ook niet rit als hij zo gek doet. Ah, ben een bot, ben een bot. Ja, jongen, bot, wat doe je nou? Dit vind ik vreemd, bot. Kom hier, bot. Ik ga vechten of zo. Hij bouwt. Hij weet dat er op hem gericht wordt. Dat voelt de bot aan. Hij sloopt zijn eigen muur weer. En je headshot hem. Dit is zo vreemd, jongens, bots in de game. Maar we hebben wel al 3 kills. Nou, ik moet zeggen dat ik best wel chille wapentjes heb. Maar alles is groen. Er waren trouwens ook challenges altijd, hè. Een paar jaar geleden iedereen van die challenges. Ik mag alleen maar groene wapens. Ik mag alleen maar blauwe wapens. Zoiets ging dat toch allemaal. Nou, ik kies toch wel altijd shields boven medkit. Nou, laten we dit huisje nog eventjes gewoon lekker even looten. Boom, 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 boom. Ik moet zeggen dat dit beeldscherm eigenlijk best wel heel erg goed bevalt. Ik heb het gevoel alsof ik gewoon meer in de game zit door dat curve effect, weet je wel. En wat nu ook fijner is, zeggen mensen, is zo'n pistool. Als die paars is of goud, dan moet je die kiezen. Ik hoor een kist, maar ik zie hem nog niet in beeld. Nu zie ik hem wel in beeld en ik zie dat hij hier vandaan komt. In bad! Bam! Lekker hoor. Eerlijk gezegd kies ik dan liever dit zo, denk ik. Ja, ik kies dan liever dit. Helaas kan ik niet met de stroming meezwemmen, want dan kan je super snel zwemmen. Ik zie wel een boot, maar ik ben niet zo'n fan van boot, want die maken weer superveel lawaai. Tegen de stroming inzwemmen heeft eigenlijk geen zin, want dan ben je best wel sloom. Dus we gaan gewoon te voet. Er is hier ook heel veel gebouwd en het lijkt op botbouwwerkjes. Ja, ja, dit noem je botbouwwerkjes. Er leven ook letterlijk nog maar 10 andere mensen naast mij. Oké, daar is er eentje. Maar dat is geen bot. Dit is iemand die heel raar gewoon gaat bouwen daar midden op de pier. Waarom? Geen idee waarom. Ah! Oh! Joost, sorry voor mijn geschreeuw, joh! Zo! Ik schrok! Ik schrok! Misschien merk je het. Yo! Die zag ik niet aankomen, man. Oké, daar komt hij aan. Ik moet even mijn RPG erbij pakken. Man, man, man. Oké, ik heb hem gehit. Lekker, lekker, lekker. Kom op. Daar is hij. Hoppakee. Nou, dit was geen bot, dat weet ik wel. Maar hij was ook niet super goed of zo. Dat weet ik ook. Ik schrok oprecht. Hé, oh, daar nog eentje. Hé, waar zit jij dan? Daar. Daar zit die andere. Oh, jammer, hij stopte net met lopen. Dat vind ik jammer. Is dit een bot? Gok ik niet. Gok ik niet. Daar is hij. Of wel, het is wel een bot. Ik weet niet, hij sloopt zijn eigen bouwwerk. Oh, nee. Jammer, net gemist. Ja, dit is een bot. Dus. Sowieso een bot. Sowieso een bot. Maar dan mis ik hem alsnog. En dat is nog botter, hè? Oké, die heb ik ook down. Wil ik hier iets van hebben? Ja, zo'n rockets wil ik hebben. Hoppakee. Dankjewel voor uw rockets, meneer. Kijk, daar zit die dude nog steeds in, volgens mij. Dus laten we dit doen. Even reloaden. En gaan we hem daarna snipen. Hoop ik als hij eventjes... Wacht, ik kan misschien eventjes... En dat werkt niet met dit ding. En sloop het en... Hij is weg! He's gone! Maar hij is ook gewoon dood of zo? Of is hij de game geleefd, die guy die daar zat? Huh? Oké, laten we in de vrachtwagen gaan. Is dat slim? Nee. Maar ik wil even kijken. Kijk, daarom is het eigenlijk wel weer slim. Dat ik gewoon even een big shield hieruit kan halen. Yum, 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 yum. En we nemen weer eventjes... Waar zijn mijn minis naartoe? Daar zijn mijn minis naartoe. Die nemen we weer even mee en we gaan eruit. Ik loop hier een beetje tegen de border aan. En ik verwacht dat ze allemaal een beetje in huisjes zitten. Kijk, ze kunnen natuurlijk ook in die hooibalen hier zitten te campen, hè. Kijk, dat zou ik bijvoorbeeld ook kunnen doen, maar dat is toch helemaal niet leuk. Oh, kijk, daar is wel flink wat gebouwd. Gekke bouwwerkjes. Dat kunnen ook bots zijn. Hoppatee. Het zou toch wel nice zijn als er nu alleen nog maar bots leven, hè. Oh, ik hoor er hier eentje. Hier zit er eentje. Oké. En dit is geen bot. Wat doet die? Hij bouwt me in, joh. Deze man. Deze man. Waar is hij? Waar is hij? Yo, dude. Waarom bouwde je me in? Wat is dit voor man? Boom. Ja, maar jongen, wat ben je wel aan het doen? Je bent toch geen bot de bouwer, of wel dan? Jongen, jongen, jongen. Bob de bouwer! Bob de bouwer! Hij zit hier boven mij dus. Even alles reloaden. En ga ik zo even proberen te pushen bij die man hierboven. Het lijkt erop dat hij daar zit. Hij wordt aangevallen volgens mij. Hij loopt daar. En daar zit hij. Oké. Okay. Waar is hij, waar is hij, waar is hij? Daar zit hij. Oké, okay, boom. Kom op, haal die man neer. Haal die man neer, niet mij. Haal die man neer. Oh, jongens. Oh, jongens. Oh, jongens. Deze mensen zijn veel te goed. Haal die mannen neer.
Waar is hij? Waar is hij? Oh ja, dit ging echt niet goed, dit einde. Maar daarvoor ging het allemaal supergoed. Helaas, deze mensen. Ik ben vierde geworden. Er leven dus nog 3 mensen. Ik baal een beetje dat ik dacht, dit kan wel een mooie win worden voor mij. Deze man zit gewoon in een bosje. Ik moet toch eerlijk zeggen dat de monitor wel echt heel erg lekker speelde. Als je deze ook wilt, staat er meer informatie in de beschrijving. Het linkje staat in de beschrijving naar de Coolblue website. En ja, deze week loopt er dus een hele toffe actie. Laat een linkje met een like achter, jongens. Abonneer voor meer. En ja, wie weet, of sowieso eigenlijk hoop ik, tot de volgende keer wel weer.